Radio 2. Bert Kranenbarg met Cappuccino. De NCRV, je hoort nog eens waar op Radio 2. Een whisky, daar moet je niet over praten, dat moet je drinken. Henri Goossen gaat straks een echte whiskydrinker van me maken. Op een lallend vervolg van Cappuccino. Voor haar, Frans Halsema in Cappuccino bij de NCRV op Radio 2. Wist u dat er een verband bestaat tussen hoe de Nederlandse man zijn whisky drinkt en hoe hij zich scheert? Echt waar. Het blijkt uit een onderzoek van een bekend whiskymerk. Zo blijken mannen die hun baard laten staan hun whisky overtuigend puur te drinken. Henri Goossen is whisky-entertainer en whisky-kenner. Zit bij mij aan tafel. Nou, om te entertainen heeft hij zijn Schotse kilt aangedaan. Zit dat een beetje? Ja, het went, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is altijd apart als je gezonde Hollandse jongen met een rokje gaat lopen. En als het een kilt is, dan turn you around to become a real Scot. Kijk, dan kan dat opeens weer. Geen baard, zie ik. Nee. Wel geen baard en geen haar. Wel flinke, nou daar wou ik het niet over hebben eigenlijk. Wel flinke bakkenbaarden. Hoe scheer je? Als ik tijd heb, nat. En als het druk is, toch wel met het elektrisch. Dus dat betekent meestal de whisky puur en af en toe met ijs? Water. Ijs is bij mij geen thema. Nee? Nee. Moet je voorstellen, als u ijs in de whisky doet, dan nivelleert u de drank tot een geur, kleur en smaak van Rivella Light. En dat is niet de bedoeling. Nee. Maar heeft water niet hetzelfde effect, alleen wat minder koud? Ja, alleen water heeft dus een bepaald effect. Als u zegt van de whisky is mij momenteel te sterk, een bepaalde whisky, dan kunt u door middel van beheersbaar inschenken iets doen aan de smaak van de whisky. Maar ijsblokjes, die zijn niet beheersbaar. Dat is een klont, water, koud, boem, knal, einde oefening. En water is beheersbaar. Je hebt kleine ijsblokjes, grote ijsblokjes, ja, middelgrote, ijsgeruis. Allemaal voor de liefhebber, maar niet voor de echte drinker. Nee, oké. Hoe lang is het geleden dat je je eerste glas whisky achterover sloeg? Hemelvaartsdag 1994. Hoe oud was je toen? Ik ben van 68, dus tel uit de winst. Ja, inderdaad. Hoeveel zegt u? 26 hoor ik? Ja, 26. 26. Dat is laat. Ja, maar toen heb ik het over maltwhisky. Toen ik 18 was en toen ik 16, 17 was, heb ik wel eens een keer whisky gedronken. Maar dan doe je het voor de snelheid en of omdat je denkt van dat is lekker stoer. Maar dan kom je er snel achter dat je daar goed slecht van wordt en dan ben je een paar jaar genezen. En dat moet je doen. Dan zit er echt zo'n periode tussen dat je het niet kunt ruiken, hè? Precies. Ja, ik spreek uit eigen ervaring. Precies. Ik heb dat ook ooit eens precies op zo'n buitenlandreis met medestudenten. En het was gezellig en de wijn was op en er was al wel whisky. Zo'n avond dus, ja. Precies. En dan kom je er heel snel achter dat whisky niet voor de dorst is. Nee, precies. En dan jaren later ga je het opeens wel drinken. En dan malt roep je al. Want er zijn allerlei soorten whisky natuurlijk. Kent u alle soorten whisky allemaal? Nee, hè? Vertel even iets daarover. Even heel snel. Je moet je voorstellen, de grootste handel in de wereld zijn de blended whiskies. Ja, zoals Jan de Wandelaar. Ja, Johnny Walker voor de snelle denkers. Ja. Je moet je voorstellen dat het bestaat uit heel veel verschillende whiskies. Door iemand gemaakt in een laboratorium. En dat geldt ook voor de hele grote whiskies. Hoor. Dat zijn verreweg de whiskies die de mensen kennen. Zijn blended whiskies. Dus gecreëerd door de mens. Die dus nooit super scherp of super slap van smaak zijn. Altijd gecreëerd om door te drinken. Mm-hmm. Vanuit dat ogenblik, als u die kent, kom je bij de single malt whiskies. Die dus van enkel en alleen gemout gerst zijn. Ja. Whisky is gerst, gist en water. Het is bijna bier, hè? Het is een heel snel procedé, is geld als bier, maar als het distilleren komt is het toch echt iets anders. Ja, en de single malt whiskies zijn dus identiek aan de plek waar ze gemaakt worden. Mm-hmm. En de environment, de omgeving en het vat waarin ze rijpen. En dat geeft een typische smaak aan de whisky. En bij een single malt is dat veel uitgesproken dan bij een blended. Dat zijn de echte eigenlijk? Dat zijn de echte. Voor stoere kerels? Nou, voor echte mannen. Wat is het verschil tussen echte mannen en stoere kerels? Nou, echte mannen en stoere kerels. Een echte man hoeft geen stoere kerel te zijn. Nou, daar denk ik na de uitzending nog even over na. Ja, mag. En hoe zit het met vrouwen en whisky? Vrouwen en whisky. Ik heb altijd mijn eigen vrouw dan als leidraad genomen. Die vond er vroeger eigenlijk ook niets aan. Maar zij is ook begonnen nu. En zij kan ook een lekkere whisky waarderen. Whisky is niet associëren met 40% alcohol. En het is alleen maar sterk. En ik word er alleen maar ziek van. Nee, whisky is to enjoy yourself. En als je die vermogen hebt om jezelf te kunnen associëren met een whisky. En dan rustig achterover genieten van een glas whisky. Nou, dames, ook voor u gaat de wereld open. Nou, laten we dat eens even proberen dan. Ik ga eventjes hier het publiek in. Even kijken. Mevrouw, u heeft koffie genoeg gehad. Nu wilt u een kleine whisky-test ondergaan? Ik wil het best proberen. Nou, kom even mee. Loop even mee deze kant op. Even kijken, dat is er 1. Hier nog vrijwilligers? Anders wijs ik vrijwilligers aan, hoor. Mevrouw, u wilt heel graag, hè? Nou, ja, dat is wel lekker. Wanneer dronk u uw eerste whisky? Nou, dat is al een tijdje geleden. Precies. Deze mevrouw drinkt al whisky. Mag ze wel meedoen? Ja, want ze mag erbij. Oké. Mooie producten voor. U mag ook mee. Gaat u ook even. Laten we met z'n tweeën eventjes hier bij onze Henri gaan staan. Wat is de bedoeling, Henri? Nou, ik heb 3 verschillende variaties ingeschonken. Ik heb de milde, zachte ier ingeschonken. En een ier betekent whisky, dat is van gemout gers. En het gers wordt gedroogd onder de rook van turf. Typisch bij de whisky. Ieren doen dat per definitie niet. Dat betekent dus een zachte, iets meer een neus van vanille en dergelijke. Terwijl de Schotse whiskies, die hebben wel die turf. Dan heb ik de eentje met veel turf. En eentje die dus juist extra op hout gerijpt is. Waar je dus iets meer, laat ik het zeggen, anijs in kunt ruiken. En dat is dus aan de dames om even hun neus in te steken. En dan erachter komen dat er heel veel verschillende variaties zijn. En dan die variatie uitzoeken waarvan zij denken, hé, dat is wat voor mij. Ik herhaal alleen de neus er even insteken. Hè? Dat betekent ruiken, niet proeven. Ik begrijp hem. Ben je whisky drinken? Nee, helemaal niet. Oh, mooi. Dat is interessant. Nou, steek de neus. Ik ruik het hier zelfs al. Wat ruik je? Alcohol. Heel scherp. Wat suiker. Ja, en toch iets van wijn ook er doorheen. Maar ik ben dus helemaal geen drinker, hè. Dus mijn die wijn die u ruikt is het fenomeen dat deze whisky is uiteindelijk in een sherryvat gerijpt. Okay. Dus die neus, dat is op zich, ja, dames... Ja, er zitten 15.000 meer receptoren in uw neus dan smaakpapillen op de tong. Dus ruiken is essentieel bij whisky. Dan onze andere mevrouw even een andere laten ruiken? Ja, die gaat dus nu de whisky ruiken die dus een klein beetje op anijs is, waar dat erin ruikt. Ruikt u de anijs? Iets. U stijgt helemaal op volgens mij. U staat echt zo... Oh, wat is dit lekker. Nou, zo gek is dat. Dit ruikt wel goed. Ja, ja, dus dat zeg ik. Dus whisky is niet over een kam te scheren door te zeggen... het is alleen maar sterk. Een whisky bestel je nooit in een café of iets dergelijks. Als je een whisky bestelt, dan kun je net zo goed weggaan... want dan kom je bij de echte whisky drinken. Dat bestaat niet. Je bestelt een bepaalde whisky waar je dat trek aan hebt. Want whisky is niet ratio, whisky is onderbuikgevoel. Je emotie bepaalt de whisky. Ruikt u deze nou eens? Ruikt hij heel anders? Ja, toch? Ja, ja, dat is de ier. Heel anders. En de ier die heeft dus niet die turf erin. Vind ik. Ja, die is voller. Die is aromatischer in de neus. Dat is een 12 jaar oude, meest bekende Ierse whisky. En dat is ook op zich, ja, dat zijn allemaal glaasjes. Als je daar je neus in steekt. Dat mag ook wel, want normaal liter kosten ze... Ja, rond, dat weet u wel hoe duur whisky is. Dat willen we helemaal niet weten, joh. Ja, dat bedoel ik maar. Ruikt deze? Ruikt deze anders? Ja, deze is zoeter. Deze is zoeter. Ja. Heb je al een voorkeur dat je denkt van ik wil die of ik wil die proeven? We maken de behoefte eerst heel groot, hè? Dan zeggen we straks dat het er terug moet in de fles. Ja, precies. Ik vind deze lekkerder ruiken dan de eerste die ik rook. De eerste die mevrouw rook is een Islay whisky. En Islay whisky staan dus bekend om een uitgesproken smaak. Mogen ze al wat drinken? Ja, van mij wel. U mag een slokje nemen. Maar voor als u nog niks gehad heeft, het spelregels zijn als volgt. Maakt u eerst uw lip nat met de whisky. Waarom? Uw lippen zijn ultra gevoelig en als ze direct 40%, dan geven ze alarma de hersenen. Achtung, Espiritus Sanctus, moet je hebben. Dus over uw tong, smaakpapillen, klein slokje naar binnen, slokdarm, maagportier en eens binnen. U voelt alles weer. Burn baby burn, disco inferno.